Vandaag zijn de poëziesterren uitgereikt. Jongens en meisjes in Vlaanderen en in Nederland beslissen welk gedicht zo'n poëziester krijgt. In totaal hebben 86.000 jongens en meisjes gestemd. Leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar hebben beslist dat de Nederlandse dichter Edward van de Vendel zo'n poëziester krijgt. Met het gedicht Wat je moet doen als je je zorgen maakt over je beste vriend of vriendin. Ook de leerlingen van de Vrije Basisschool, het plein in Holsbeek, hebben daar mee over beslist. Misschien heeft onze vriendschap griep. Misschien is onze vriendschap verkouden. Ik vind het een heel mooi gedicht. Ja, het gaat over vriendschap, dus ik vind het wel leuk en ook heel mooi. Misschien moet onze vriendschap een tijdje naar bed. Met rust gelaten, geen wekker gezet. Ik vind dat wel herkenbaar bij mezelf ook. Als ik bijvoorbeeld met iemand ruzie heb, dan moet dan wel even naar rust gelaten worden en dan daarna zal het wel beter gaan. Ik snap wel dat zoveel kinderen voor dit gedicht hebben gestemd, want eigenlijk is het wel een mooi gedicht. De schrijver van het gedicht is alvast heel blij met zijn poëziester. Jee, ik heb de poëziester gewonnen. Dat klinkt ook zo mooi, een ster. Maar jullie hebben dat gedaan, jullie hebben erop gestemd. Ontzettend bedankt. Maar wat maakt van een gedicht nu een goed gedicht? Een goed gedicht moet voor mij rijmen en over een thema gaan. Het mag absurd zijn. Ik vind het leukst om een gedicht te lezen waar ik mezelf ook wel een beetje in herken. Zelf een gedichtje schrijven is niet zo makkelijk als het lijkt. Zelf schrijf ik eigenlijk nooit gedichten, want ja, ik voel dat ik het niet kan. Ik zoek wel vaak zo een gedichtje op, want het is wel leuk om op een kaartje te schrijven, vind ik. Ik denk het, ik hoop het. Ik wil ons weer fris. O, als er maar niets ernstigers is. O, als er maar niets ernstigers is. O, als er maar niets ernstigers is.